Ik moet zeggen dat het niet verkeerd gaat, die plaat eraf halen. Hij blijft in het midden zitten met een paar dotjes vast, heb ik gezien. Nou, nog de helft van die lange kant en die andere kant nog even lossteken. Nou, dan zouden we langzaam wat eraf kunnen krijgen. Valt in ieder geval mee, de randen die zijn gekit, er zitten twee banen in het midden. Maar ja, als het warm is, dan wordt die kit zacht. En als die plaat weer erop terugkomt, zit hij weer vast. Maar oké, we gaan gewoon verder. De eerste dag dat de zon weer schijnt, na een hele hoop regen en storm, is nu. Dus dat hoge drukgebied is erg fijn. Behalve dan dat er een hoop sneeuw is zit vastgevroren op onze Crazy Daisy. Dus ik kan nog steeds niks. Het is hier ook ijzig koud uit de zon. Ik zou dit een beetje kunnen schuren, maar ik ben bang dat ik dan ook plekken kaal schuur die eigenlijk gelijk gespoten moeten worden. Dus dat doe ik niet. Je kunt het nog beter zien. Knalvast. Wat Geer voor elkaar heeft gekregen, dat zal ik laten zien, is de dakplaat eraf te halen. Hij heeft ook gelijk ontdekt wat er mis is. Dat schroefgaatje daar, ik weet niet of je het kan zien, dat is het schroefje wat lekt. Dat lekt sowieso, maar daar, goed mikken, midden van beeld, zie je een pikje omhoog. En daar is hij in de douche met een te lange schroef door het dak heen gegaan. Twee lekkages in plaats van één. Hadden we nooit ontdekt als we die plaat hadden laten zitten. Dus dat wordt schoonmaken, dichtmaken en dan zijn we er vanaf. Maar die plaat kwam er niet zonder slag of stoot vanaf, helaas. Dus die kunnen we niet meer gebruiken. Die is helemaal krom. Heel erg jammer. En misschien krijgen we hem nog wel een beetje recht, maar waterdicht wordt hij nooit meer. Dat kan je hier zien. Dat krijgen we gewoon niet meer voor elkaar. Dus dat wordt of een nieuwe plaat of gewoon een vette coating erop. En eigenlijk voelen we allebei het meest voor dat. Het is een aluminium dak. Geef maar voor- en nadelen op als jullie er ervaring mee hebben. Ik hoor het graag. Kijk, zo koud. Oh, zo koud. Deze heeft een snotneusgeer. IJzig. IJzig windje. Hey, je bent niet de enige met een snotneus meer. Crazy Daisy heeft ook een snotneus. Ja, oké, nou. Ik ben even bezig geweest. Tjoen, jongen. Ja. Nou ja, in ieder geval, dat is voor elkaar. De lekkage en de boiler, dat zijn de twee belangrijkste dingen. Die we willen oplossen voordat we gaan reizen. Die zal ik even uit de elementen halen. En dan hebben we nog zaken als het composttoilet. Een lekker diertje. Oh, gastje toch. Ja, dan moet ik je natuurlijk wel aaien. Oh, dan moet ik je natuurlijk wel aaien. Lekker diertje van me. Oh, 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 oh. Knuffelbeest. Ze staat nou hier. Het composttoilet. En het project is geslaagd. Dit is een conceptmodel. Maar hij werkt perfect. We hebben nummertjes 2 en nummertjes 1 erin gedaan. En er is geen luchtje van afgekomen. We hebben het expres een week lang in de douche laten staan. Dus in deze kleine ruimte hier. Gewoon om te kijken wat het geurswijs doet. Nou, het heeft geen luchtje afgegeven. En ik denk dat dat komt ten eerste natuurlijk door het afdekken met kattengrit van de poep, maar ten tweede ook omdat je de urine apart houdt. En dat daar kwam ook helemaal niks vanaf. Zelfs toen ik de container leeggooide, de urinecontainer, kwam er geen luchtje uit. Maar goed, we gaan dus een kleinere bak maken. Eentje die ook makkelijker te tillen is, want dit is vrij zwaar. En dan moeten we nog even bedenken hoe we dat gaan doen. In ieder geval is dit geslaagd. Dus we gaan proberen om, voordat we gaan reizen eind april, eind volgende maand, een korte reis te maken ergens in april, zodat we de boel kunnen testen.
Nou ga ik even lunch maken. Lunch. Even het licht aan doen hier. Want ik ben een schaalmodelletje aan het maken geweest. Van een vikingstoel. Of een Afrikaanse stoel. Of een stargazer stoel. Of hoe je het wil noemen. Het bestaat uit twee delen. En er zijn verschillende manieren waarop je hem kan maken. Dit is gewoon een van de methodes. Je neemt twee planken die even lang zijn. Ik zal even mijn cameraatje neerzetten. Zo. De een geef je een gaatje. Dit is super slordig gedaan. Ik heb het gewoon gisteren maar even snel gedaan met de cirkelzaag en de lichtpeerzaag. En de tweede maak je zo. Dit is je zitting. En dit is de stok. En dan heb je, als je een lengte hebt, zeg even voor het gemak 60 centimeter. Dan doe je op een derde, dus bij 10 centimeter, begin je het zitje te maken. En aan de andere kant de gleuf. De breedte van de gleuf is net zo breed als je hout dik is. En dan zet je ze in elkaar. En dan heb je een stoel. Je kan de hoek kan je ongeveer bepalen van tevoren, maar hij zakt altijd ietsje door. Dit is niet voor hele zware mensen. Waarom ik dit doe? Ik wil dit stoeltje maken, ietsje groter dan deze, dit is een schaal, en dan bekleden met yogamat, zodat ik dit bankje mee kan nemen in Crazy Daisy en daarop kan sporten. We nemen wat halters mee, dus dumbbells. En op dit bankje kunnen we dan wat schouder- en borstoefeningen doen. En als je het inklapt, dan is dat alles wat je meeneemt. Dus dat is wel heel erg compact. Ik ben me dus ook op die manier een beetje aan het voorbereiden. Vorige jaar ben ik vooral naar gyms gegaan, naar fitnesses. Ook om te douchen. Deze vakantie willen we dat soort kosten besparen. Een gym kan gratis zijn, maar ik heb ook wel eens een tientje en zelfs 20 euro betaald voor een keer trainen en daarna een douche. En dat is zonde van het geld, want dan kunnen we een week van leven ongeveer. Deze vakantie wordt echt een budgetvakantie. En we willen dus gewoon echt per dag niet meer uitgeven dan een x bedrag. Dat weten we nog niet wat dat gaat worden. Dat moet wel reëel zijn. Dus kosten die we kunnen besparen, die gaan we besparen. Hoe langer we met ons geld kunnen doen, hoe langer we natuurlijk weg kunnen blijven. En dat wordt dadelijk de sport. Dus niet meer naar een fitness. Een eigen warme douche kunnen produceren. Of dat zijn de zaken die we aan het voorbereiden zijn. Nou, dan wil ik nog even een update doen hier. Kleine duvel daar. Tjoep, ja, ik heb het over jou, madame. Gera heeft een nestkastje gemaakt en dat is ze helemaal aan het bekleden weer. Tjoep, waar is je ventje? Heeft hij zich verstopt? Oh, daar. Die was aan het rotzooi op de grond. Ze blijft bitcherig. Ongelooflijk dom. Je hebt die kerel nodig om kindjes te krijgen, madame. Je hebt de chaos op het dak. Het is echt, ook dat is heel Billy. We konden niet anders, het begon ineens te sneeuwen. We moesten er iets aan doen, maar ja, dat is natuurlijk ook niet ideaal. En Geer gaat nu dan maar verder met het project hier beneden. Uitgraven van de aarde. En een extra laag tegen die rode muur die jullie er net zagen. Voor mij mag het lente worden. We hebben de eerste kraanvogels al gehoord, dus die zijn gearriveerd. Dat is voor de Zweden het officiële lenteteken. Nou, kom op met die zon dan. Kijk, dagelijks werk, hè? Dat hoort er ook bij. Ja. Dat hoort bij het leven. Ja. Yep.
ons leven wel. Ja, want Geer heeft gezegd, maar we kunnen er nu helemaal niet meer uit. Crazy daisy. Niemand kan ik zeggen. Nee. Nee, valt niet te stelen nu. Er was iemand die wilde. Die wilde ons Zweeds horen praten. Goedstuivel. Het woord goedstuivel. Als je het een beetje vertaalt. Stond eikel. Ja. Moet je mij niet vragen. Dan begin ik met de scheldwoorden. Kijk, ik heb Zweeds geleerd vroeger. Al een hele tijd geleden op school. Door een vriendinnetje. Die had een Zweedse moeder. En die begon me natuurlijk als eerste te leren hoe je scheldt in het Zweeds. Om de wil dat je praat svenska. Då är det ingen fara. Ingen fara, lilla gubbe. Oh, ingen fara, lilla gubbe. Vad är du nu? Vad är det nu? Oj, 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 oj. Det är så bra. Du är så snäll. Du är så snäll. Okej, det var genoeg Zweeds. Kijk. Zo koud. Ze heeft nog steeds een snotneus. En ik moet hier opnieuw schoonmaken. Als ik dit wil verven. Dus dan gaan we maar doen. Tussen het puin komt van alles op. Het wil. De lente wil. Maar ja, de winter wil niet weg. Zo. Eerst maar eens even. Oh, koud, koud, koud. Heb je niet op gelet, hè? Het schroefje zit al. Dat is het foute assortimentje gebruikt. Oh, ja, oké. Okay. Ja, dat is nou een godzonde, hè? Ja, ja. Ach. Maar, joekie. Heb je de poepie? Ja, lekker door de buitenkant heen gaan. Jij denkt dat die muren hier een meter dik zijn? Zo'n dun zijn. Ja. Nee, mafkees. Foute assortimentje gebruikt. Maar. Hey, allemaal extra werk. Nou, dan gaan we chemisch metaal maken. Dan gaan we dat afsmeren. Er zijn toch genoeg andere kerels voor wat? Die zal verkopen. Maar die van jou, jij. Nou, goed idee. Maar ja, weet je. Misschien leveren die wat geld op, maar ze willen niet werken. Dat heb ik daar nog aan. Dat bekkie. Oh, we pesten elkaar graag. Dat is je reinste liefde. Reinskjærlek, hè? Reinskjærlek. Als je maar doorwerkt. Nou, ik heb met weer dat chemische metaal. Heb ik de schroeven afgedekt. Een beetje geschuurd. Dat spul erop. De restjes heb ik hier nog bij gesmeerd. De zon staat er niet op, maar het droogt toch wel. En ik heb wat ik nog had hier ook nog extra ingesmeerd. Vooral hier tussen. Ik ga het nu niet optillen, want ik heb nu geen handschoen aan. Ietsje dikker gemaakt nog. Dus nu is het afplakken en een uur wachten tot het hard is. Dan kan ik het schilderen. Ik zal even naar het spul lopen. Iemand vroeg, wat is chemisch metaal en waar haal je het? Nou, dan ga ik even naar het zonnetje. Het even beter laten zien. Wij kopen het bij Bielthema. Het heet, zoals je hier ziet, chemisch metaal. Ja, het bestaat uit twee componenten. De wetske vorm, dus dat is de natte vorm. En de poedervorm, die voeg je samen. En dan krijg je een pasta. Je kan het dun maken, dik maken. In een holler. Die benzoyepideoxide of iets dergelijks. ik zou even kijken of er een
streepjescode op staat hier. Ik weet niet of dat helpt. Het is speciaal gemaakt voor beeldthema, staat hier op. In Helsingborg, in Zweden, Helsingborg. Het telefoonnummer in Zweden is 046-4260-4500. Als je dat belt, dan zullen ze ongetwijfeld Engels kunnen spreken. Dat doen de meesten hier. En ik moet zeggen, ik vind het echt berenspul. Het heeft niet veel gekost. Onder een tientje volgens mij. Het meurt als de hel. Het heeft een geur die lijkt op solutie, bandenplakspul, maar dan veel heviger. En het smeert goed en het wordt vrij snel hard. Dus ik hoop dat je wat informatie kan vinden als je de Zweedse fabriek belt in Helsingborg. En dat ze je wat verder kunnen helpen of het in Nederland ook te krijgen is. Succes! Nu ga ik afplakken. Alles is afgeplakt. Even kijken of dat te zien is. Zo. Dus ik begin hier maar te schilderen. Maar het is stroperige verf die je heel goed dekt. Voor maar één keer te doen. Ik heb twee blikken gekocht, maar dit blik is het enige wat ik open heb. De andere is nog nieuw. Ik heb er nog niet eens een vijfde deel van gebruikt. Dus daar kan ik nog wel een wagen van doen, denk ik. Ik laat jullie het resultaat zien. Op een enkel klein druipertje na. Even een broek voor je, toch? Ziet het er toch wel aardig uit. Netjes. Hier zat die schroef die er doorheen kwam. En dat was daar ook. En daar, die moet ik nog wit maken. Nou, klusje geklaard. MUZIEK.